Moeilijke keuze, zo altijd na het goede avondeten. Ga ik aan een digestief op zijn Hollands, aan de whisky, aan de Berenburg of aan een portje, een cognac? Of kies ik voor een grappa of een amaro, heel Italiaans? Ik kies natuurlijk het liefst voor een Italiaanse oplossing. Maar laat me nou zo'n producent van amaro en van grappa maar eens overtuigen met argumenten om dat te drinken. Hoog in de bergen tegen de Zwitserse grens ligt Bormio, het stadje dat beroemd is vanwege de nabijgelegen thermale bronnen, de Stelvio-pas voor de wielrenners en de Stelvio-skipisten. En dat vooral ook trots is op de eigen Amaro Braulio. In de hoofdstraat, de Via Roma, is dan ook de Braulio-fabriek. In 1826 maakte hier een lokale apotheker het recept voor hun Amaro, aanvankelijk vooral voor eigen gebruik. In de kelder onder de winkel en de Braulio Bar is nog steeds de fabriek gevestigd. Vittorino Rodigari is nu gepensioneerd, maar werkte tot voor kort bij Braulio. De kelders kennen bij hem geen geheimen meer. Vittorino legt uit hoe je een amaro maakt. Allora, l'amaro Braulio. Allora, acqua, alcohol, 16 tipi di erbe. Infusione 35 giorni. Separazione erbe liquido, aggiunta di zucchero, aggiunta di caramello, stagionatura, travaso dall'acciaio nel legno, stagionatura, 2 anni Braulio normale, 3 anni Braulio riserva, dopodiché decantazione, portata al filtro, raffreddamento del Braulio, filtrazione, Braulio filtrato, imbottigliamento. Perché è meglio un amaro? Per una sola cosa. Qui c'è la questione alcol. Il Braulio è un amaro a 21 gradi e poi l'amaro, essendo un infuso di erbe e non un distillato, ha anche delle proprietà in se stesse delle loro componenti, che sono tutte erbe che appartengono alla gamma officinale, come ho detto prima. Il Braulio invece ti sciacqua la bocca, ti rinfresca la bocca per quello che hai. Het recept van de Amaro Braulio is net als andere Amaro's geheim. Er zijn 12 onbekende kruiden die de smaak zo karakteristiek maken. Wie kent ze? I titolari, perché loro sanno la ricetta, sanno la quantità, quindi le aggiungono loro. Lui li tiene sotto letto, diciamo. No, c'è un altro magazzino, la cui chiave ce l'hanno loro. Avete capito? Sono erbe che vengono messe da parte. Steeds dieper zakken we af. Ik zoek nog even verder in de kelders van Braulio. 12 geheime kruiden. Ze schijnen hier te liggen. Ik ga ze zoeken. Volgende keer hoort u van mij.